smalspoorlijnen hadden een breedte van 1067 mm, het zogenoemde Kaapsspoor. En het intensief gebruik van de rails leidde tot deze controle. Ligt hij recht? Breedte goed? Vooruit dan maar weer. Een stukje historie. Beelden van 50 jaar geleden. Ze spreken voor zichzelf en behoeven geen commentaar. Laten we daarom het baanonderhoud uit die tijd eens ongestoord volgen. Eilanden kennen nu geen tramlijnen meer. Toch kan nooit worden gezegd dat deze arbeid voor niets is geweest. Zeker niet voor niets dit werk, omdat het nog tot 15 februari 1966 zou duren voordat het laatste tramtraject, de lijn Spijkenisse-Hellevoetsluis, zou worden opgeheven. Dwarsliggers kijken u aan. Bielsen en nog eens Bielsen. In menige huiskamer verfraaien ze nu wellicht het interieur. Het vernieuwen van de lasplaten was een werkje waarvoor de tijd moest worden genomen. Het was vanzelfsprekend dat de RTM op de emplacementen altijd rails in voorraad had. Tram voorbij. Aan het werk dan maar. Geen gemakkelijk werkje, dat vernieuwen van zo'n baan. Dat de baan vlak langs de huizen liep, gaf natuurlijk zo zijn problemen. Maar de hoge snelheid waarin werd gewerkt, vond toch voornamelijk zijn oorzaak in de omstandigheid dat de nieuwe rails moest worden aangebracht, terwijl de diensten gewoon doorgingen. Dat betekende vernieuwen tussen twee tramritten door. Het lijkt wel alsof de opzichter wil zeggen, vooruit, nog een schepje erbovenop, we gaan op de film.
alles wordt vernieuwd. Ook de dwarsliggers. Want daarop moet tenslotte de nieuwe rail worden bevestigd. Maar er waren meer omstandigheden waarin van de RTM en haar personeel veel werd geëist. Zat na de suikerbietencampagne soms alles onder de klei, de vaderlandse sneeuw zorgde ook vaak voor moeilijkheden. Met name wat de rails betreft, want daarop moest de lok houvast hebben om het zware materieel weg te krijgen. Van de soms barre weersomstandigheden hadden ook de boot- en veerdiensten van de RTM veel hinder. Er werd ondanks alles, ondanks zwaar drijfijs, uitgevaren. Want de eilanden moesten bereikbaar blijven. Wat dat aangaat, ging de RTM geen zee te hoog. Het was niet alleen op de Rozenstraat en enkele zijstraten dat de stoomtram midden tussen de woonwijken en het andere verkeer reed. Maar ook op zijn tocht naar verre oorde reed de tram niet overal op een eigen baan. Het was bij wijze van spreken om moeilijkheden vragen. Die kwamen er dan ook regelmatig en daarbij heeft menigeen ledematen verloren of zelfs het leven gelaten. Het was dus zeker niet verwonderlijk dat de bevolking van de dichtbevolkte wijken op Rotterdam-Zuid de tram al snel de bijnaam de moordenaar gaf.